Oké, dus de opzet van deze filmpjes is zo kort mogelijke filmpjes samenstellen waarbij dat uitgelegd wordt hoe fotografie werkt, technisch gezien dan. En hoe dat je die technische kennis kunt gebruiken om betere, mooiere foto's te maken. Ik ga de filmpjes zelf bewust heel kort houden, om de eenvoudige reden dat hoe langer hoe saaier. En ik denk ook als je bepaalde onderwerpen wel al meester bent, dan is het misschien gemakkelijk dat je kunt naar een bepaald filmpje gaan zonder telkens alles te moeten doornemen. Ik ga dan ook heel duidelijk omschrijven waar welk filmpje precies om gaat. Ik ben Hans. Ik zal me niet telkens voorstellen, ik heb ook geen intro gemaakt of iets dergelijks. Het is een minimal effort. Dus ik doe gewoon mijn best om de kennis die ik heb te verwoorden. Sprekend over kennis, dus welke kennis heb ik? Ik heb 2 jaar fotografie gestudeerd. Daarbij heb ik geleerd van te werken met zwart-wit film. Dus zowel het opnemen van het wikkelen en het vergroten. Dus je neemt de film op, je ontwikkelt het filmpje zelf en de negatieven vergroten dan om tot foto's te komen. De basiskennis heb ik en het is die dat ik zou willen overbrengen. En dan denk ik dat we van start kunnen gaan. Dus nip.